Een fietser is vrijdag aan het eind van de ochtend gewond geraakt toen hij een botsing kwam met een auto op de Industrieweg in Nijmegen. De fietser wilde de Industrieweg oversteken en moest voorrang geven aan de automobilist, maar deed dat niet en werd geschept. Volgens omstanders was de fietser aan het bellen en zag hij daardoor de automobilist over het hoofd. Hij vloog van zijn fiets en kwam tegen een reclamebord aan. Daarbij vielen zijn schoenen uit en die kwamen een stuk verderop in de berm terecht. Een omstander heeft eerst de hulp verleend tot de gewaarschuwde ambulance ter plaatse was. Die heeft de fietser vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk hoe het nu met de fietser gaat.